Een frisse, volledig elektrische auto van Fiat en dan voor het hele gezin. Die kenden we nog niet, tot nu, met de nieuwe Fiat 600e. En daarover gaan we je alles vertellen in deze video. Mijn naam is Verde Lammers en je kijkt naar de Active EV Preview. En hier vertellen we je alles over elektrische auto's die nog komen gaan, zodat jij weet wat jouw volgende leaseauto wordt. Ben jij op zoek naar de beste deal voor een elektrische auto? En wil je dit met excellente service? Ga dan naar activelease.nl. Fiat 500, natuurlijk ongekend populair. Eigenlijk op elke hoek van de straat zie je er wel een staan. En vandaag de dag hebben ze hem ook wel bedacht in alle soorten en maten. Eentje met een dakje, eentje die wat groter is, wat kleiner. Een speciale uitvoering. Echt alles wat je kon bedenken, hebben ze bedacht, zou je zeggen. Maar toch niet, want er is weer wat nieuws. En het leuke is dat het wel helemaal past in de stijl van die Fiat 500. Eerste indruk van de Fiat 600e is dat het een stoere SUV is met prachtige retro looks. En je zou ook gelijk kunnen denken aan de Fiat 500X. En dan jezelf ook de vraag kunnen stellen, wat is het verschil dan? Nou, dat is een wat grotere en hogere auto en die is natuurlijk niet volledig elektrisch. En dat is de Fiat 600e wel. En wat ook een vraag zou kunnen zijn, wat is het verschil dan met de Fiat 500e? Daarbij is dit een auto die langer en breder is en in het B-segment valt. Allebei dus ook volledig elektrisch, maar in een ander segment. Zoomen we meer in op het design van de Fiat 600e, zien we heel kenmerkend het Fiat 500 design terug. Aan de voorzijde doen de koplampen heel erg denken aan die van de Fiat 500e en dan past dat helemaal in lijn met elkaar. En ook als we het hele lijnenspel van de auto vanaf de zijkant bekijken, dan zie je dat het weer een wat grotere Fiat 500 is. En ook aan de achterzijde zie je die kenmerkende design elementen van de Italiaanse auto. En je ziet ook het trots van de Italianen terug in kleine details overal op de auto. Ofwel een hele leuke en frisse auto om te zien, maar ook praktisch. Want de Fiat 500e heeft bijvoorbeeld een kofferbakruimte van 185 liter. De Fiat 600e heeft maar liefst 360 liter ruimte in de kofferbak en maximaal 1231 liter als je alle banken neerklapt. Ofwel een hele mooie, maar ook praktische auto. Niet alleen aan de buitenzijde zie je van die leuke Italiaanse details, maar aan de binnenkant ademt het Italië. Dus een hele leuke Italiaanse sfeer, net zoals bij de Fiat 500. Verder zien we aan de binnenzijde dat het een echte gezinsauto is met veel hoofd- en beenruimte. En er is ook goed nagedacht over het comfort. Zo heeft de bestuurdersstoel een massagefunctie. Daarbij gaat het ook verder met technologie met een 10,21 inch touchscreen. En je hebt sfeerverlichting met 64 kleurencombinaties om helemaal in de Italiaanse sfeer te blijven. Komen we bij de techniek en performance van de auto en daarbij zien we dat het grotendeels hetzelfde is als de Jeep Avenger. Inhoudelijk betekent dit dat je een 54 kWh accupakket hebt met een WLTP actieradius tot ruim 400 km. En daarmee kan je thuis laden met 11 kW en DC snelladen tot 100 kW. Daarbij ben je voorzien van voorwielaandrijving en heb je een vermogen van 156 pk en 260 Nm koppel. En daarmee ga je van de 0 naar de 100 in 9 seconden. Ofwel, ben jij op zoek naar een elektrische gezinsauto met een ruime actieradius en helemaal in de Italiaanse sferen, dan is de Fiat 600e helemaal jouw volgende leaseauto. Maar wat goed is om te doen, is om ook te kijken naar de alternatieven. En waar je dan aan zou kunnen denken, is de Volvo EX30. Daar hebben we onlangs ook een EV preview van gemaakt. En als je die auto vergelijkt met de 600e, dan zitten ze in dezelfde leaseprijs. Qua stijl is het heel anders, maar ik kan me ook voorstellen dat het helemaal past bij jou. Ben je nou nieuwsgierig geworden en wil je alles weten over de Volvo EX30? Klik dan hier op het i'tje, dan vind je de EV preview van dat model. Wat ook zou kunnen is, als je zo in deze video de hele tijd de Fiat 500 voorbij hoort komen, dat je denkt van, maar dat is een leuke auto, daar wil ik voor gaan en die auto wil ik leasen. Dat kan ook via activelease.nl. Ben je nou helemaal enthousiast over de Fiat 600e? Weet dat die in het najaar in de showroom staat en dat die dan ook echt beschikbaar is. Maar je zou hem nu al kunnen bestellen via activelease.nl. Daarbij zou je ook voor een hybride versie in de toekomst kunnen gaan, maar die komt pas volgend jaar. Dus daarvoor nog even geduld. Vond je dit een leuke manier om alle info te krijgen over jouw toekomstige auto? Like dan vooral deze video. Daarmee zou je ons helpen en het helpt het algoritme. Wil je nou meer weten wanneer deze auto specifiek beschikbaar is? Ga dan naar activelease.nl. Daar vind je alles over elektrische auto's en vind je ook degene die nu direct al beschikbaar zijn.
Vind je het leuk om alles te weten over EV's? Abonneer dan vooral op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.